groep onderwijsgevenden onder de naam WISA-Stree, die voor het kabinet van de president hun misnoegen hebben geuit, zijn door de president te woord gestaan. Tijdens dit gesprek hebben de actievoerders enkele vraagstukken aangekaart, waarbij de president begrip toonde voor de moeilijke situatie waarin de burgers zich bevinden. Verder werd er een vervolgafspraak gemaakt met een cluster van ministers om deze vraagstukken verder uit te werken. We zijn bezig met een hervormingsprogramma en de inzichten zijn dat, zoals we nu gesprek aan het voeren zijn met internationale financiële instituten, dat op zeer korte termijn, ik ga niet zeggen morgen of overmorgen of trawiki, dat er wel een oplossing komt in het vraagstuk van de financiering die we moeten krijgen vanuit internationale instituten. We zijn constant in onderhandeling met alle instituten. Maar er is voldoende geld voor die armoedebestrijding. Hieruit zijn er momenteel onderhandelingsgesprekken gaande, waarbij de directeur mevrouw Benanon van de afdeling administratieve en technisch beheer van het ministerie van OVC de aangewezen persoon is tussen de directie van het ministerie en de actievoerenden. De clusters van ministers heeft de leerkrachten dus aangehoord. Er is heel veel afgesproken in de zin van dat er weer bilaterale gesprekken zullen volgen met de groep van de leerkrachten. Het ministerie is bekend met de problemen van de leerkrachten. En ik begrijp dat er een integrale aanpak nodig is als je de problemen wil oplossen. Bedankt voor uw aandacht. Afdeling woordvoering van het kabinet van de president.